Dankjewel. Mevrouw Kaag, we zijn over de helft. Nog eentje te gaan. De laatste. Neemt u een slokje? Ja, dat doe ik. Als u er klaar voor bent, is hij het ook. Het is een hij, dat heb ik alvast verklapt. Komt-ie aan. Oh, dat had ik even gemist. Ja. Hallo. Hallo. Hoi, Hans van Kamer. Hallo. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Weet u wie ik ben? Ja. Oké. Nou, dat verrast me. Ja. Ik loop niet zo achter, hoor. U loopt niet achter? Nee. Oké, goed. Nou, top. Ik ben ingevlogen. Er was een afzegging. Dus ik was even benieuwd of u... leuk. De techniek heeft de tijd gekregen om een filmpje in te pluggen. Okay. Daar gaan we even naar kijken. Kan u hem daar zien? Of ja, op beide schermen. Ja. In Jeruzalem is geen perspectief. Palestijnen worden als niet eens als tweede-rangsburgers behandeld, nee, als derde-rangsburgers. Degenen die op compromis gericht zijn, daar zijn de Palestijnen voor, het merendeel van de bevolking en gelukkig ook het merendeel van de Israëlische bevolking, die zeggen, vrede en een compromis is de uitweg. Hoe kan ik mijn kinderen een goede toekomst geven? Hoe kan ik in mijn geval mijn dochter een toekomst geven waarin ze niet gediscrimineerd zal worden omdat ze half Palestijns is? Hoe kan ik mijn dochter een toekomst geven waarin ze niet wordt gediscrimineerd omdat ze half Palestijns is? Is dat niet een beetje de rode draad van uw politieke carrière? Ja, misschien wel. Dat is ook heel relevant in Nederland tegenwoordig. Ja, ja. Of weer. Dit was in 1996? Ja, dit was in 1996. Ja, ja, okay. Ja, zijn, ja, ja, ja. Okay. Ja, ik, ja, ja. Naar wie keek u? Er was een mevrouw, een Nederlandse dame. Op Google is haar naam te vinden. Nee, niet het interview. Nee, ik keek naar uzelf. Maar wie was die Sigrid Kaag die daar, zat? Oh, ik dacht, wie was die jonge dame die daar zat, die opkwam voor de Palestijnse zaak en haar Palestijnse dochter? Wie was die vrouw? Nou, die vrouw die daar zat, toen ook denkende van, mijn god, wat heb ik mezelf aangedaan? Want ik was ingevlogen vanuit de VN. Ik werkte toen voor UNRWA, de VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. En ik was ingevlogen vanuit Jeruzalem voor een gesprek met een mevrouw, een Nederlandse ook, die ook in Jeruzalem woonde. Ik meende dochter van Holocaust-overlevende. En het was eigenlijk geënsceneerd als een gesprek kennelijk van... twee vrouwen en ze zullen het nooit eens worden. Dus toen ik daar zat, kwam ik erachter dat ik... het lijkt alsof ik heel erg aan het woord kwam, maar ik kwam helemaal niet aan het woord in dat interview. En alsof het dus sowieso het een soort voorbode was dat Israëli's en Palestijnen het nooit eens zullen worden. Het was, ik heb het ook nooit meer gedaan. U kwam om dat vreemd te doorbreken. Nou ja, nee, ik kwam niet om het frame te doorbreken. Ik had het frame nooit helemaal begrepen tot ik daar zat. En dat heb ik na de hand ook wel eens tegen een van de interviewers gezegd. Ik zei van, dit was een voorbeeld van iets waar ik niet graag meer aan mee zou doen. Omdat je kennelijk inderdaad in een framing zit. Ja. En dan word je geacht onbewust dat te gaan bewijzen. En dat was nou juist helemaal niet natuurlijk toen... Ook niet mijn overtuiging, ook nu nog steeds niet. Maar dan is het jammer en dat leer je dan. Ja, ja. Dus dat was onbevlogen, denk ik. Gecommitteerd, maar wel onbevlogen. Ja. Ja. Heel mooi. Eigenlijk doet u in de Abel Hersberg-lezing eigenlijk hetzelfde als u toen deed. Want u begint met die ode aan de stilte. Hè? Die snap ik vanuit de diplomatie. Al het goede gebeurt in stilte. Om Orvie Bebelman te citeren. De nuance krijgt dan ook zijn kans. Mensen kunnen naar elkaar toe groeien. Maar als je de politiek ingaat, dan moet je je uitspreken. En dan moet je positie nemen. Ja. En u koos daarvoor in die Abel Hersberg-lezing. U koos ervoor om om uw coming-out te doen als de vrouw met de hybride identiteit. Mm-hmm. Die minister is. En ik las dat. En ik dacht, waarom doet ze dat nou? Ik wilde u eigenlijk... Ja, ik was natuurlijk te laat. Maar ik wilde eigenlijk zeggen, doe nou niet. Mm-hmm. Want de ervaring leert dat je wanneer je die complexe identiteit hebt... kijk naar mezelf. En je toont je kwetsbaar op die manier. Mm-hmm. Je wilt op die manier een brug slaan. Dan krijg je in dit huidige tijdsbestek krijg je de wind van voren en van achteren. Je krijgt alle haters op je dak. Ja, maar die had ik al. Die had je al. U wilde er nog wat bij hebben. Ja, ach, weet je, het was een soort open seizoen. Open jachtseizoen vanaf net voor mijn aantreden. Dus... En u dacht, we doen het in Ajax-stijl? Ik zoek de aanval. Nee, ik zoek het moment om me uit te spreken over iets waar ik eigenlijk al jaren mee bezig was. En ik was gevraagd voor de Abel Hersberg-lezing. Ik had inderdaad toen ook
de hoofdredacteur van Trouw en de Rode Balie nog probeert te overtuigen in februari van vorig jaar. Te zeggen, doe dit nou niet, vraag mij nou niet, want ik weet nu alweer wat voor reacties ik ga krijgen. Dus doe dit nou niet, niet goed voor jullie, niet goed voor mij. Maar zij vonden het juist in het kader van het debat een goed idee. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook niet laf zijn of de weg van de minste weerstand kiezen. Dat heb ik nooit echt gedaan. Dan moet ik ook trouw blijven aan mezelf en dat moment kiezen. En toen met alles wat ik in de Abel Hertzberg heb verwoord, niet zo mooi als we het eigenlijk hebben kunnen opschrijven, ben ik al jaren mee bezig. Ik heb het ook gehad bij de regering, welke was het, de gedoogconstructie met PVV. CDA, PVV. Ja, toen had ik ook zo'n moment, toen was ik die periode op vakantie in Nederland. En toen dacht ik, mijn god, wat gebeurt hier? Waar zijn we, waar is de verschuiving? En misschien de verschuiving op een manier dat je zaken verliest. En alles wat je verliest, wordt heel moeilijk bespreekbaar daarna. Dus ik vond het zorgwekkend. Welke emotie heeft u daarbij? Bent u dan boos of gefrustreerd? Of meer verbouwereerd. Dat is een mooi woord voor boos. Oh ja, weet ik niet. Ik vind het wel een mooi woord inderdaad. Het is verbouwereerd. Zorgelijk. Ik vind het dan zorgelijk. En natuurlijk ook dat je denkt, maar je moet wel iets doen op een verantwoordelijke manier. Ik denk ook, je moet niet minister worden als je niet bereid bent op gepaste wijze je daar over uit te spreken. Je moet wel je momenten kiezen. Nou, dit vond ik een waardig moment. Maar dan moet ik niet doen alsof ik daar nou bewust van A tot Z mee bezig ben geweest. Dit is zo gegroeid. Ja. U vertelt in 1996, vertelt u over uw dochter in Palestina-Israël. Maar dan gebeurt eigenlijk hetzelfde op een hele andere manier met uw dochter in Nederland. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Want u komt hier met uw gezin. U kiest denk ik ook volgens mij voor de veiligheid en de menselijkheid van Nederland. Ik heb een tijdje in het Midden-Oosten gereisd, ook gewoond even. Het is een prachtige wereld om in te leven. Maar ik heb altijd gedacht, nou, ik weet niet of ik hier mijn kinderen kan opvoeden. Nederland is wat betreft een prachtig land. Ja. En dan komt u met uw familie, vier prachtige kinderen. En dan komt uw dochter met verhalen thuis waarvan je verbouwereerd raakt. In ieder geval boos. Nee, en nu weet ik het langzamerhand wel. Nu weet ik dat dus ook Nederland zo is natuurlijk. Dus dan probeer ik het uit te leggen. Ik probeer het dan te verzachten, te zeggen aan de ene kant nee. Dit is er ook, dit zijn meningen die je krijgt, maar het merendeel van de mensen denkt dit niet, zegt dit niet, die reageren anders. Ik probeer meer. Wat is uw dochter precies overkomen? Ik weet niet eens meer welk voorbeeld ik toen bij de Abel Hertzberg voor ogen had, maar ze wordt vaak aangesproken op naam, krijgt vaak commentaar, ongepast commentaar zou ik zeggen. Mijn andere kinderen ook. Weet je, de Nederlanders hebben een aantal dingen. Dat is veranderd denk ik nog niet. Aan de ene kant zijn we heel nieuwsgierig. We zeggen meteen een ander, zonder dat we die persoon kennen, wat we van hem of haar misschien vinden. Of iets waar ze vandaan komen dat je daar mee hebt. Krijg je meteen gratis een mening erbij. Onder het mom van ik moet zo eerlijk zijn, dan zeg ik het maar meteen. Weet je, als je buiten Nederland bent opgegroeid, dan ben je dat niet zo gewend. Dan denk je dat mensen even wachten tot ze meteen, oeps, jou belasten met hun persoonlijke mening. Dus dat is dat. Een culturele gewenning. Wat ik heb gezien bijvoorbeeld in het Midden-Oosten is, als je in de eerste ontmoeting vraagt naar afkomst of etniciteit, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Omdat je begeeft je in groepen waarin etniciteit soort heel gevoelig ligt. Dus er is een soort van beleefdheid om het niet te vragen. Bijvoorbeeld. Maar goed, mijn kinderen hebben natuurlijk ook in New York gewoond en ook in Zwitserland. Dus ze komen niet uit één patroon. En het is natuurlijk ook de Arabische achternaam. Dat merk je ook meteen. Dan krijg je ook meteen gratis commentaar van alles en in ieder. Mijn dochter noemt zich tegenwoordig op het voetbalveldje Kaag. Graag. Ja, en mijn zoon heeft bijvoorbeeld veel sneller opeens een baantje gekregen om de naam van zijn vader maar even te laten lopen. En ik heb toen tegen hem gezegd, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan me niet voorstellen dat je dit nou suggereer. Maar hij solliciteerde bij de McDonald's. Leurde daar een beetje met zijn cv. En op het moment dat hij het van zijn Arabische naam liet vallen en het gewoon Kaag werd, had hij twee tijdelijke baantjes waar je echt geen opleiding voor nodig had hoor. Ik heb het over borderwassen en zo, dus volgens mij kan dat ook. Maar mevrouw Kaag, dan wil je toch meteen je koffers pakken en weggaan? Daar heb je toch niet alles voor opgegeven om in een situatie te komen waarin je kinderen
hun achternaam gaan aanpassen. Nee. Om een rotbaantje te krijgen. Nee, maar dit is hopelijk ook hun leven niet, dat rotbaantje. Maar het is meer dat ze dingen leren. Ik vind het belangrijk dat ze ook onderdeel uitmaken of een kennismaking hebben met de Nederlandse samenleving. Het is het land, het is een deel van hun identiteit via mij. Het is hun enige nationaliteit. Ze zijn alleen maar Nederlander. Omdat mijn man natuurlijk nog steeds stateloos is als Palestijn uit Oost-Jeruzalem. Dus wat dat betreft is het ook belangrijk dat ze hier een soort voeding hebben, een band. En dat weer zelf beleven alle mooie dingen aan Nederland. En ook natuurlijk de andere kant van een samenleving in gedachtegoed, in ideeën, in weerstand die er tegenwoordig is. Maar zij zijn wereldburger, dus ze zijn wat dat betreft nog steeds heel bevoorrecht. En ze kunnen ook gewoon weer zeggen, nou, ik ga in land A, B, C studeren. Ik hoop zelf dat ze een soort voeling en band met Nederland zullen krijgen die lang na mijn dood zal blijven bestaan. Want Nederland heeft ontzettend veel te bieden. En het Nederland, inderdaad, waar ik me voor in wil zetten, biedt juist ook weer de ruimte aan een ieder, ongeacht achtergrond, geloof, maar Nederland van etniciteit. Dat 96, het paars, als je toen niet gelukkig was in Nederland, dan weet je het nooit. Dat is wel helemaal weg. Is uw dochter van plan om hier te blijven? De oudste of de jongste? De oudste. Oh, de oudste die gaat op missie naar Tel Aviv voor haar bedrijf. Oké, maar die wil weg. Dat is een komisch filmpje eigenlijk om te laten zien. Die wil weg? Nee hoor, die is gewoon, die wil vanuit Tel Aviv een periode aan de slag. Dat is niet weg willen, dat is juist een ronde wereld. Als uw kinderen straks besluiten om, want ze studeren allemaal, als uw kinderen straks besluiten om geen wortel te schieten in Nederland, betekent dat ook voor u dat uw politieke carrière daarmee wordt bekort? Nee hoor. Nee, mijn kinderen zijn een aantal het huis uit. Ik denk eerlijk gezegd dat ik meer soort het legernessyndroom moet overkomen. Maar dat zal de politiek niet oplossen. Wat wel? Ja. Nou, dat is weer dat je zelf weer gaat uitvinden als mens. En dat je een andere rol vindt. Dat je wilt uiteindelijk altijd als ouder dat je kinderen goed landen, dat ze gelukkig zijn. En soms heb je daar zelf ideeën bij. Dat zullen denk ik sommige mensen in de zaal ook wel herkennen. Alles wat je zelf loopt te verzinnen. Je kinderen hebben daar vaak dan gelukkig een hele eigen mening over. Soms past het, soms niet. Mag ik daarmee afsluiten dat uw kinderen u nog duidelijker hebben gemaakt van hoe lastig het is om Nederlander te zijn in Nederland, anno 2019? Ik heb nog meer begrip voor één ieder, of ze nou Nederlander zijn of niet, die het moet redden in Nederland. Dus het maakt mij eigenlijk nog voorzichtiger, hoop ik, in oordeel, maar wel betrokkener bij het zoeken naar oplossingen. En het heeft niet te maken met de immigrant versus. Gewoon één ieder die het moeilijk heeft en die zich die niet meteen aansluiting kan vinden. Dus dat wel. Het sociale en de progressieve agenda vind ik daardoor eigenlijk des te belangrijker. Dames en heren, Abdelkader Benali. Ja. Kom alle twee mee, ja. Ik wil jou vragen daar te gaan zitten. En u wil ik vragen daar. Zo.